Voor mij is vrijheid doen en laten. Vrijheid is jezelf zijn. Vrijheid is je eigen mening kunnen hebben. Vandaag bestaat de NPB 140 jaar. En de jongeren van verschillende afdelingen van de NPB die komen hier in Wageningen samen. Daar geven wij de aftrap voor dit 140-jarig bestaan. Wij hebben gezorgd voor wij zorgen voor een warme ontvangst en een heel goed, leuk, fris en inspirerend programma. Ik doe mee aan dit evenement omdat ik altijd al een keer het bevrijdingsfestival in Wageningen mee heb willen maken. Ik doe mee aan dit evenement omdat ik het best wel interessant vind voor één keer. Ik kreeg hier van te horen via de kerk en het leek me erg leuk en speciaal om dit mee te maken. Ik heb voor de vrijzinnige geloofsgemeenschap gekozen omdat mijn ouders er al lid van zijn en omdat ik een paar keer ben geweest en het me toen heel erg beviel. Als gelovigen bidden we thuis elke dag en soms denk ik wel eens na over het geloof. Maar voor de rest doe ik er eigenlijk niet zo heel erg veel aan. Mensen reageren niet heel erg anders als ze horen dat ik gelovig ben. Ze hebben gewoon respect ervoor meestal en soms vragen ze ook over van goh, ga je vaak naar de kerk en wat doe je eigenlijk met geloof? Ja, mijn moeder en mijn vader die horen erbij, bij de gemeenschap. En vandaar dat ik er ook bij ben gekomen. En is het anders leven voor jou als gelovige? Nee, ik merk er heel weinig van. Alleen dat we dan via de kerk een jeugdclub hebben. En dat is altijd erg gezellig. Om de vrijdag, dat is erg leuk. Ik heb genoeg vrijheid binnen mijn geloof, omdat er voor alles ruimte is. Je mag gewoon zeggen wat je denkt en iedereen respecteert dat wat je zegt. Wat echt taboe is binnen ons geloofsgemeenschap is geen respect hebben voor anderen en niet naar elkaar luisteren. Dat wordt echt niet getolereerd. Nee, volgens mij zijn er geen taboes in ons geloof, eigenlijk. Volgens mij is ons geloof erg vrij, dus eigenlijk mag er best wel veel. Ja, we zijn zeker vrijzinnig. Zoals jullie weten zitten we hier voor de 140-jarige verjaardag van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap bij elkaar. Dat is eigenlijk reden om te vieren. En dat is eigenlijk in het verleden ooit begonnen, omdat er wel geloofsgemeenschappen waren en kerken waren. Maar mensen die vrijzinnig waren, die voelden zich daar toch wat beklemd. Die voelden zich niet vrij genoeg, omdat er vaak vroegere stramine het een beetje dichtgetimmerd was. Hè? Als je dat geloofd had, dan denk je dat. Als je bij die kerk hoorde, dan dacht je dat. En de vrijzinnigen dachten, nou, dat willen we eigenlijk niet. Maar de vrijzinnigen zijn ook een beetje blijven hangen in het vooral uitleggen wat ze dus niet geloven. He, daar zijn we nog steeds heel erg druk mee na 140 jaar. Maar wat willen we nu eigenlijk wel laten zien van onszelf? En dat is best een lastige. He, vrijheid, daar zijn heel veel aspecten aan. Er komt heel veel bij kijken. We hebben het om jullie te helpen een kaartspel gemaakt met allerlei vragen over vrijheid. Wat er allemaal bij komt kijken. En we zouden aan jullie willen vragen van maak eens een beeld. Of een filmpje. Een diashow. Misschien interviews. Over wat voor jullie vrijheid eigenlijk is. Dus zonder te veel uit te willen leggen met woorden en met gedachten, vooral eens in beeld brengen en vragen stellen over vrijheid. Ja, jullie heeft het nog heel goed in het vragen stellen. En eigenlijk is dat wat vrijzinnigheid is. De kunst van het vragen stellen. Dus niet het zeker weten, maar blijven vragen stellen. Op het moment dat je denkt zeker te weten, zou uitroepteken eigenlijk weer moeten veranderen in een vraagteken. En dat is eigenlijk de vrijzinnigheid, heel kort samengevat.
De rugzakjes die zijn uitgedeeld en ja, ik verwacht er eigenlijk ook wel veel respons op, omdat we daarin een opdracht hebben meegegeven, een videoopdracht, om iets te filmen over wat vrijheid voor de jongeren betekent. Dus ik hoop dat ze daar heel enthousiast mee aan de slag gaan en het materiaal in het rugzakje daarvoor gaan gebruiken. Het doel is dat de jonge lui in beeld brengen wat voor hen vrijheid betekent. En daarmee hebben ze waarschijnlijk ook de oudere generatie vrijzinnigen iets mee te geven. We zijn geneigd om veel te denken en te vertellen en in woorden te vangen. Jongeren zijn nog heel goed in staat om dingen visueel en ook in muziek en geluid uit te drukken. Dat is heel belangrijk voor ze. Dus zonder te veel woorden laten zien en uitstralen wat je bent en wat vrijheid is. Ik denk dat we daar ook wat van kunnen leren. Ik vond van deze dag tot nu toe vond ik het wel leuk. Alleen ik kijk nog heel erg uit wat nog gaat komen, het festival. Dat wordt echt leuk, lijkt mij. Ja, we gaan zo naar Direct en wat we daarna gaan doen, dat zien we dan wel. Hoe laat begint dat? Dat is al begonnen. Oh, rennen dan. Ja, we gaan rennen.